Oké, mocht je liefhebber zijn van de NS, dan zou ik nu even gaan uitschakelen. Ik ga namelijk met Lola naar Hamburg toe. Onze trein die gaat niet. Geen overleg, geen mail, geen informatie, geen niks. Je kan best gewoon niks boeken en gewoon gaan. En dan kijken of er gewoon toevallig iets gaat. Ja, het is gewoon not funny. Het is gewoon niet grappig meer. We zitten nu in een soort van connection bus. We zijn op een soort van industrieterrein, is het. Nu in de bus naar Osnabrück. Touringcar. Ik heb het gevoel alsof ik naar Salau ga. Zonsavondziekenhuis. Als ik nu een Sims was, dan was ik denk ik overleden. 9,5 uur geduurd, maar we zijn in Hamburg. We zijn hier ook omdat drie mensen die we kennen hier allemaal in voorstellingen spelen. Dus vanmiddag gaan we naar Leon toe in Aladdin. Vanavond naar Fleur in Kinky Boots. En morgen naar Joël in... Orlando Furioso. Een opera. En hij is countertenor. Boeg! Oh mijn god, superster. Daarom is de microfoon, hallo! Oh mijn god, dat is zo lang geleden. Wat vroeg je net, Lo? Saft, inkwe, saft. Frische appel, meuren, inkwe, saft. Frische appel, meuren, appel. Moet jij van mij bestellen? Nee, dat ga jij zelf doen. Okay. Je spreekt zo goed Duits. Echt twee jaar geleden toen was je gewoon Schiedamse meid. Skida girl. Toen was ik gewoon... Praat je alleen Rotterdams? Ik had... Hoe doe je dat met je werk dan? Dit zijn de basics, die kunnen we allemaal. Nee, ik ga wel beter Duits spreken, moet wel eerlijk zeggen. Ik ga wel iets beter spreken. Maar... Oh, je slaat je maar vast, want het waait zo je onderbroek in. Mijn peterselie ligt op de grond. Oh, die is al weg. Oh! De eerste liefde van Lola was Aladdin. Hoe vaak heb jij die film gekeken? Triljard keer. Ja, ik ook echt heel veel, naast Hercules. En we hebben een keer samen in het oude Luxor, toen hadden onze ouders een voorstelling daar, hebben we dat gezongen. Kan je nu een klein fragment van zien? Dus ja, wij zijn echt Aladdin fans. En nu kunnen we dus gewoon naartoe, naar de musical. En Leon die speelt Dank erin. Dank je, Leon. Ja, echt gek. Alles geregeld, VIP-ticket, op een tapijt, boven het publiek, zwevend. We zitten pas in de pauze, maar echt, dit is echt niet normaal. Als je in Hamburg bent, als je überhaupt Aladdin de musical kan zien, ga daar naartoe. Ik ben zo'n gelukkig mens. We zijn nog niet bijgekomen van Aladdin. We hebben net even een happy in ons gezicht gedrukt. Of we gaan dan naar Kinky Boots. Lola heeft ook de Kinky Boots aan. Ja toch. Golden tickets. Ja. Die angels hè, die je nu even zo zag. Hoeveel trainen die? Hoeveel kip eten die? Die doen niks. Die dansen gewoon heel veel en die zien er zo uit. Ja. Echt? Dus een paar wel hoor. Dus die eten geen kip. Want normaal zie je altijd dat soort jongens alleen maar kippen met groenten en rijst. Witte ja, rijst. Dat is trouwens wel zo. Ze eten inderdaad kip en groenten en witte rijst. Ja. Dat is het. Ja. Meer eten ze niet. Geen suiker, niks. Step into a dream. The glamour is extreme. Welcome to my fantasy. We give good epiphanies. Dit is de backstage tour met Fleur Alders. Oh mijn god, is het jelly? Het is allemaal fake. Het is allemaal je drinkt niet echt. Dit is de wardrobe. Al die schoenen, weet je wel, die laarzen. Kijk Lola. Het is allemaal Swarovski. Echt? Bij Aladdin was ook alles Swarovski. Ja, het is, ja het is waarom echt... is alles Swarovski? Zo mooi toch? Ja, dit is echt kijk lampen. Even in detail. Zijn dit de shoes? Dit is van Gino. Want het is allemaal op maat gemaakt, hè? Ja, dat is echt? Ja, dit is dus allemaal op zijn been gemaakt. Oh, maar hoe lang zijn die mannen zijn ook echt heel erg lang. Nee, dat valt dus echt reuze mee. Echt? Oh mijn god. Deze zijn ook echt huge. Wat een grote voet inderdaad. Oh mijn god, kijk hoe groot. Het is gewoon groter dan je hoofd. Houd naar je hoofd. Allemaal hele dikke blokken, want die kunnen natuurlijk allemaal niet pakken. Ziet er goed uit hoor, jongen. Je zegt je kan zo op.
Yeah, yeah. Nee, ik ga niet zingen. Er zijn alle pruiken en dan doen ook al die angels doen hier een make-upje. Dit is mijn pruik. Ja. Ik kan het leuk zeggen, want het is zeg maar zo Duitse dialogue en dat is ja. Best wel ja, maar je doet het goed, hoor. Om te doen. En dat, maar dat het... Fleurtje komt namelijk gewoon uit Schiedam, maar... Ik kom gewoon uit Schiedam-Noord, zwaar gestoord. Zijn dit dan alle plekken waar iedereen staat? Dus het is allemaal zijn posities opgeschreven. En dan kan je even checken van... Waar sta ik ook alweer? Mijn kleedkamer. Kom erbij. Ja, en dit is mijn plekje. Ja, she's Lola. En you're Lola. Oh my god. De Lola's. You're really great. Thank you. I love the show. Yeah, he's a... Yeah. Ik zei dus net tegen Lola, we kennen Fleur al van toen ze nou 11 was. En jij sprak gewoon geen Duits. Geen Engels. Nou, dat is geen Rotterdam. Nee, maar je bent gewoon gegaan. Je bent gewoon gegaan en opeens, je bent nu gewoon, nu gaat het je gewoon gemakkelijk af. Je doet gewoon... Nou, ik moet zeggen, dat moet ik echt eerlijk beginnen. Sinds ik dicht maar Duits ben gepraat bij de artiestenuitgang, is het nog niet lang. Ik deed altijd in het Engels, maar ik denk op een gegeven moment ook van ja, dat is zo die basic talks. Weet je wel? Dat moet, als ik het ergens kan proberen, is het daar. En het is wel even een ding, gewoon geen angst hebben, gewoon altijd je droom achterna gaan en ga gewoon lekker naar Duitsland. Dat is zeg maar wel echt, dat is gewoon echt gewoon de key van deze vlog, toch? Ja, toch. Gewoon lekker je droom achterna gaan. Ja, maar dat is het toch? Dat is wel echt zo. Ik denk dat echt, want ik ben altijd best wel zo'n angstig kind geweest, maar op een gegeven moment moet gewoon gaan, man. Ik bedoel, ik weet niet of ik het gewoon zou durven om dan in mijn eentje naar Duitsland te gaan. Ik kan me wel bluffen een beetje Duits, maar ik vind het echt heel knap. Slaap lekker, hè? We gaan nu naar de... Chocoversum. Chocoversum, dat is een chocolademuseum. Which I love, want ik ben namelijk chocofiel. Hij mag zelf chocoladereep maken. Love it. Mooi Lola. Heb je weer een beetje veel? Hey, maar we gaan naar... Joël kijken, want die doet namelijk een opera. Daar is Joël. Is er ooit een keer iemand bij jullie in de orkestbak gevallen? Want jullie lopen er zo snel en veel overheen op hakken en zo. Klopt, nog niet. Maar dat is wel mijn doel. Ja.